En hallo mensen, top, we kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in een potje Gun Game. Ik heb vorige week een video gemaakt over de Epic Gun Game. En ik persoonlijk speel nooit Gun Game, dus het lijkt mij wel leuk op zich om ook dan daarna een video te maken van een normale Gun Game. Want Epic Gun Game, zoals jullie vorige week gezien hebben kunnen zien, als je dat niet gezien hebt, check die. Oh, check dat zeker even. Heb ik als heel leuk ervaren. 2 à 3 potjes eerste geworden. En ik ben benieuwd of dat bij gewone Gun Game ook zo is. Want ik speel eigenlijk gewoon nooit Gun Game. Zoals je boys het gewoon. Ik kan er niet meer van maken. En jou gaan we muten. En ja, weet je, ik kan eigenlijk ook gewoon iedereen muten. Dat maakt ook helemaal niks uit. Zo. Prachtig. In ieder geval, ik ben best wel benieuwd wat het verschil is tussen Epic Gun Game en gewone Gun Game. Ik heb natuurlijk wel een idee. Maar Epic Gun Game beviel me erg goed. Dus misschien Gun Game ook wel gewoon. Dus we gaan in ieder geval gewoon een potje joinen. We gaan er in totaal, net zoals vorige week, 3 doen. En dan gaan we gewoon kijken daar, of we daar het beste van kunnen maken. En ik hoop natuurlijk weer 2 à 3 of misschien zelfs 3 à 3. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon de challenge van vandaag. Oké, dit wapen. Dit is het kleine pistooltje. Ook wel bekend van de zombies, dankjewel. Ik vind het geen fijn wapen, maar we gaan er gewoon wat van maken. Dus let's go. Dank je. Weet niet waar die is, weet niet waar die is. Kom dan. Kut. Ah, wat een kutscope zit er natuurlijk erop, hè. Ik ook drie keer niks. God. Ah, dit is nou jammer. Dankjewel. Ah, nee, shit. Ik wil opletten hoor. Oh, ja, oké. Ik moet even opletten, want het is natuurlijk anders. Maar ja. Waar ben je? Dank je. Oh, shit. Ik moet even een beetje vaart maken, want dit gaat zo niet zo snel. Oh. De kant van de map loop ik nu naartoe. Dat is helemaal niet handig. Kut. Oh, HVR. Oh, die zit erin. Chill. Vind ik wel weer chill. Om dat te weten. Jammer dat ik er nog gekillt ben. Dank je. Dat ging snel. Hup. Fuck. Oeh. Die was close. Kom dan. Nee! Oh, dat is misschien niet slim, hè? Nee, dat is niet slim. Oké, door. Nee, wat? Ah, die is cool. Het duurt wel een stuk lang, het is wel een lastig Epic Gun Game, hoor. Ik vind het persoonlijk ook minder uitdagend. Het is wel lastig natuurlijk, maar. Kut wapen, zeg, wat is dit voor wapen? Ik heb dit wapen nog nooit in mijn handen gehad. Eerlijk, nog nooit. Wat is dit voor wapen dan? Doet er hier wel wat tering lang voordat je. Oh, depo! Zo. Ook morgen. Kijken. Ik wil in ieder geval aan de goede kant van de mat. Kom dan. Ah. Oh, kut wapen, man. Hoe kunnen mensen hier zo snel langs zijn? Ik moet echt gek geluk hebben voor dit. Oh, het is nog, zo'n plop ding ook. Zo'n launcher. Oh, nee. Er is al heel bij het laatste wapen. Dat gaat er niet worden zo, jongens. Wat wel apart is, ik ben nog geen sniper tegengekomen. Waarom weet ik niet. Oh, sorry, man. Oh, oké, we hebben al verloren. Ik was bij het 12e wapen. Ik heb bij de MacTech, dus. Ik heb dus iemand geknifed. Dus excuus. Laten we eens kijken. Biospike. Nou, het eerste potje is in ieder geval niet geworden. Ah. Oh. 1 seconde. Ja, dat is zonde. Zou ook niet zo heel fijn zijn. In ieder geval, het eerste potje is niet geworden. We gaan nog gewoon nog een tweede potje joinen. En een derde potje. Dan gaan we kijken of we dat wel kunnen winnen. Want ja, ik neem geen genoegen met het vierde eigenlijk. Dus we gaan nog gewoon op naar het tweede potje.
En daar zijn we dan in potje 2. We zijn gekomen op de map Parasect in dezelfde lobby dus net. Dus ik hoop dat we deze game wel gaan winnen. Dat zou in ieder geval super tof zijn. We zitten met een Akima, maar daar ben ik nooit zo'n fan van geweest. Dus ook vandaag zal dat weer niet het geval zijn. Dank je. Oeh, wat een geluk. Kom maar hier. Kom hier. Dank je. Ah, kut. Nee. Oké, best. Nee, kut. Oh, is dat een turbo op dat ding? Dat vind ik toch drie keer niks. Dank je. Oh, kut. Misschien moet ik dat ding even verzetten naar normaal. Want dit is echt drie keer niks. Huppatee. Kijken. Dank je. Waar is die? Waar is die? Oh! Dat ging niet helemaal goed. Oeps. Okay. Dank je. Had ik hem serieus niet? Ik fuck. Oh, sorry man. Oh, sorry. Ik heb al gedaan. Hey. Hey, dat is beter. Dank je. Oh. Oeps. Oké. Verder. Moet even opletten. We staan niet voor, maar we zijn niet ver weg. Dank je. Fijn dat ik daar meteen langs ben. Oh, hij is al meteen langs. Dan ben ik wel blij dat ik daar meteen langs ben. Ik vind het zo verschrikkelijk. Oh, dat ziet er raar, hè? Oh, wauw. Oh, wauw. Oh, de volk heb ik nog niet gezien. Die gast is voor mij. Ik moet een beetje haast maken. Dan zou je wel van die makkelijke wapens nakomen. Dat is niet heel veel makkelijker voor mij. Oh, wauw. Waarom moet je nou bij mij hebben? Dat vind ik zo jammer. Oké. Zou dit ook werken? Oh, werkt dat weer niet? Dat werkt niet meer. Dat ik al even een noob kill maken, maar dat, is niet, dat mocht niet. Jammer. Ze gaan wel hard, though. Ik zie helemaal geen snipers meer. Oh, nee. Oh, sorry. Oké, we staan tweede. We staan tweede. Hup, weg met die killcam. Nee, kut. Verder, hup. Gek wapen. Dank je. Nee, kut. Oh, dat is lastig. Dat is lastig. Met dat pistooltje moet je niet recht op iemand afgaan. Dat is wel lastig. Dank je. Oké. In één keer. Dank je. Oké. Eén van de twee heb ik in ieder geval gewonnen. Dat is mooi. Oeh. Was even opletten. Ik vind persoonlijk, dit is wel een stuk moeilijker dan de Epic Gun Game. Ik vind hem wel minder leuk. Hij is anders, maar ik vind hem minder leuk. Dus nou, we zijn in ieder geval eerste. Dat scheelt al. Dus daar ben ik al blij mee. Hup, gooi dat granaatje maar. Huppakee, achterover en op. Dus in ieder geval, 1 uit 2 is prima. Dus we gaan even over naar potje 3. En we zijn terechtgekomen in het derde potje van Gun Game. We zijn op... Uiteraard de map Frost, dat kan ook, ja, het valt ook best wel een beetje op hier. We beginnen met een Akima van de Omi, die ik over het algemeen niet heel fijn vind. Dus we moeten daar gewoon snel langs. Fijn dat je me niet ziet. Ho! Oh, wat deed ik? Dank je. Dank je ook. Door, ik weet dat iemand in mijn rug zit. Wat doe jij?
Oké, door. Waar is iedereen? Oh! Oh, geturnd. Ik heb niet meer te zeggen. Ja, gaat goed. Ja, gaat ook goed. Reden van me weg. Reden van me weg. Kom terug. Kom terug. Kom eens terug, jij. Oh, kut. Oh, god, mooie kill, man. Mooie kill. Schot me dood, man. Ik wist dat iemand achter me liep, maar ik wist niet hoe snel die liep. Dus dat was een beetje lastig. Oké, even kijken. Oh, rek, man. Geen ander woord. Oeh, schrok ik me even dood van jou, man. Alweer dit wapen. Oh nee, dat vind ik echt een kutwapen. Even inzoomen. Fijn dat die in één keer hebt, hè. Oh, had ik hem? Weet ik eigenlijk niet. Ja, ik had hem. Mooi. Hup. Oh, god. Ik heb wel een voorsprong genomen, though. Dus dat is wel chill. MV4'tje zou niet onmogelijk moeten zijn. Sterk wapen. Ah, oh, blijft de voorsprong. Dat is wel beter. Op. Oh, god, hij lag daar. Of ik, oh, ja, ik had het nou niet verwacht, oké? Had het maar zo. Oh, shit. Niet eerlijk. Niet eerlijk. Oh, ik kon niet op tijd wegspringen. Ik ben wel ver, though. Vol. Oh, dat was niet zo slim. Nee, dat was niet slim. Dat was gewoon mijn fout. Klaar. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Ze komen dichterbij. Ik vind het vet. Ik kom er niet langs. Dit is geen... Een lastig wapen of zo, maar... Kut. Ik moet toch ergens aan laden, jongen. Dat is toch niks. Hup, rennen. Dank je. Ik zag er eentje. Waar ben je? Nee, kut. Ik kwam wel heel snel erbij, man. Ik ga echt slow nu. Niet goed. Ik heb dit nog nooit gehad, een Trojan op een, mijn M1. Pistooltje. Kut ding. Ah, oh, kut. Bijna. Ik wil wel weer 2 uit 3 maken. Dat zou wel mooi zijn op zich. Oh, had ik die ook? Kom dan. Kut. Ik had hem niet meer. Kut. Moet snel die kill maken. Ze komen namelijk met z'n allen dichterbij. Dan vind ik 3 keer niks. Ja, ik heb hem. Dankjewel. 2 uit 3, net als de vorige keer. Woe! Het was even stressen, want die laatste. Het ging spontaan allemaal heel erg langzaam, lastig. Ik had niet gedacht dat deze zo mooi zou raken. Echt gewoon vol in zijn voorhoofd. Ja, dat is niet zo aangenaam. In ieder geval. 2 uit 3, net als de vorige keer. Super netjes, als zeg ik het zelf. Ik vind Gungame, de Epic Gungame vond ik wel toffer. Ik zou ook zeggen... Ik hoop dat ze Epic Gungam in de game weer toevoegen, want ze hebben het eruit gehaald. Dat is natuurlijk wat een beetje een vent. Want nu hebben we weer inbound. Dat ziet er, dus dat is. Kijken, waar staat dat? Je drop zo, maar dat vind ik zelf niet zo leuk. Ik hoop dus dat ze Epic Gungam er wel weer in doen, want ik vind hem zelf, ik vond hem heel tof. Maar ja, Gungam is natuurlijk niet minder leuk of zo. Maar ja, 2 uit 3, net als de vorige keer, is dus prima te doen. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie van deze video genoten hebben. Dus als je dat leuk vond, zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren op mijn kanaal. In de video, in de beschrijving, reacties. Jullie kennen dat standaard verhaaltje wel van iedereen. Dus als wij de, ik zeg, 2, 3 likes kunnen halen, dan zou ik dat super tof vinden. En normaal zegt iedereen dat aan het begin van de video. Maar ik weet toch dat dat niet werkt. Dus doe het aan het eind van de video. Dat is vrij simpel. Dus ik zou zeggen, iedereen hartstikke bedankt voor het kijken. Dan zeg ik laters, dag en doei.